Dus Dinant. Ja. Ik praat nu tegen een plaatje. Ja, ja. Eigenlijk wel, ja. En Arjan is er niet? Arjan is er niet. Kim is er niet? Is er nog niet. Dus jongens, welkom bij deze mooie podcast. Gezellig met z'n tweeën. Hé, hey, zo tot begonnen je, we net ook. Zoals bij Nederland. Ja, nou ja. Meid. Misschien komt Kim zo meteen nog, hè? Misschien. Welkom in ProCast. Nou, hé hey, jongens, dat hadden we niet verwacht. ProCast België. Welkom, ja, welkom in ProCast, de Wie is de Mol podcast. De Mol België podcast. Even opnieuw, het gaat allemaal weer veel te goed hier. Ga lekker. Welkom in ProCast, de Wie is de Mol... Nee. Oh. Welkom in ProCast, de Mol België podcast van Wie is de Mol België Pro. De Mol Pro. Wat doe je nou? Ik weet het niet. Even opnieuw. Welkom in ProCast, de Mol podcast van Tim uitroepteken. Nou, jongens. We zijn hier vandaag met alleen Dinant. Gezellig. En we zien Dinant niet eens. Nee, mijn camera die is gewoon... Ik weet het niet. Hij heeft er geen zin meer in. Dus hij zit ergens daar zit hij, zeg maar. Als je kijkt op YouTube en op beeld kijkt, dan zie je dat Dinant eruit ziet als een De Mol logo op de grond in het zand. Ja. Interessant. Interessant. Ben je ondergronds? Ben je ondergronds? Ja. Nee, we bespreken in deze aflevering aflevering 1 van De Mol België natuurlijk. Dinant, wat vond je van de aflevering? Nou, ik vond het begin vond ik een beetje op Wie is de Mol Nederland lijken. Ja, want ze ja. had de eerste opdracht, daar had je in groepen en je moest met tijd. En dan moest je die tijd bijhouden. Dan had je die groepen, dat had je dan vorig jaar in Wie is de Mol. En zulke tijd bijhouden, dat je op een bepaalde tijd een klok moest stoppen, dat had je ook. Dus ja. Dat eigenlijk, maar dan in één opdracht. Ja, dat, ja, ja. Een beetje zoals dat. Lijken. Ja. Oh, ik krijg nu een appje van Kim. En ze zegt? Kim die zegt dat ze onderweg is, maar ze gaat niks zeggen. Maar ze komt even kijken. Oké. Okay. Even koekeloeren. Ja. Dus Kim, ben je er al? Nee, jammer, in ieder geval. Opdracht 1 was natuurlijk een heel mooi ding. Ik vond zelf dat de aflevering... Kijk, daar heb ik Kim hoor. Daar hebben we ja, Kim. Ja. Ik vond zelf dat de aflevering een beetje anders begon dan andere De Mol België seizoenen. Niet zozeer slechter. Maar op een... Ik weet niet, er zat wel een goede twist aan dat ze konden bellen en dan een vrijstelling en zo... Maar ik denk zelf dat bijvoorbeeld die twee mensen die zo snel mogelijk hebben geklikt. En ik zie hier dat Kim ook zegt, het leek heel erg op Nederland. Ja. Met de telefoon, Kim, die zullen we waarschijnlijk ooit nog wel een keer in deze podcast te zien krijgen, denk ik. Vond ik vooral een beetje waarvan ik dacht, ja, leuk. Maar in mijn geval kan ik eigenlijk nu Toos en Lieselot eigenlijk al afstrepen als mol. Nou, niet per se. Want het was nog bij de selectiegesprekken. En toen hadden ze, lijkt mij, nog geen mol. Nee, oké, maar dan kan de productie dus eigenlijk heel slim zeggen. Dan maken we een van die groep maken we sowieso mol. Dan doen we niet Toos en Lieselot, want Toos en Lieselot die waren zo snel. Oh, hier, Kim is misschien al heel... Misschien is ze al bezig met die telefoon, zegt ze. Okay. Dan gaan we volgende week, denk ik, gaan we weer wel horen. Nou ja, ja. We gaan het zien. We gaan het horen. Ik ben wel bijna zeker eigenlijk. Ja, dat denk ik ook. Nee, maar ja. Kim zegt dat ze Lieselot wel verdacht vindt trouwens. Dan moet je dat straks maar even komen uitleggen, Kim. Ja. Ja, dat is straks allemaal horen. Open. Nee, maar laten we beginnen bij aflevering 1. Opdracht 1, Dinant. Ja, opdracht 1. De groep was in 2 gesplitst. In 3 eigenlijk. In groep 1 zaten Laila, Comfort, Thomas en Matteo. In groep 2 zaten Samia, Ruben, Connie en Lancelot. En voor de vrijstelling waren Toos en Lieselot aan het schieten.
De eerste deelopdracht heette Mensenkennis. Van groep 1 gingen Laila en Thomas deze opdracht doen en van groep 2 Samja en Connie. Ja. Is jou nog iets opgevallen? Heel veel opgevallen, echt heel veel. Ik dacht. Je hebt als eerst heb je bijvoorbeeld dat Leila en Thomas lopen weg bij dat informatiebord, als het goed is. Lopen best wel snel weg, hebben de portofoon recht voor hun neus hangen. Dat zegt Gilles de Koster ook in de voice-over. Maar ze gebruiken die niet. Verder valt het op bij de slangen en de spin. Je weet wel, slangen en de spin. Die moesten ze naar zo'n bak brengen. Daar viel het op dat volgens mij Ruben en Lancelot, die hadden dat hele informatiebord hadden ze eigenlijk gewoon vol geskipt. Daar stond informatie op. Hoe heet het? Slangen of spinnen. Ja, met de spinnen. Daar stond informatie op. Nee, daar stond informatie op over de slang. Welke slang het andere team weer nodig had en hoe die zou heten. Nou, Matteo, nou ja, die is natuurlijk kandidaat. Spoiler, spoiler, spoiler. Die is natuurlijk kandidaat. En die heeft dus ook gebeld. En die heeft het informatiebord juist wel gevonden. En dat vond ik dus ook heel onverdacht. Logisch als je kandidaat bent. Trouwens. En daarin viel gewoon op, weet je, Lancelot die loopt helemaal zo met een spin, zeg maar. Zo met zijn spin in zijn handen. En dan loopt hij langs dat informatiebord. En dan daar. Ondertussen belt Matteo, dan lijkt het mij dat je dat best wel kan horen als je Lancelot bent. En die denkt, ja, ik hoor niks. Ik loop gewoon door en ik zet die Maar spin ja, gewoon ergens in. aan de ene kant, hij mocht ook niet heel veel bewegen en hij had ook de spin in zijn hand. Dus hij kon ook niet even erop reageren of zo. Klopt. Is ook Maar zo. anders had je daarna erheen kunnen lopen en dat Ja. heeft hij ook niet gedaan. Het informatiebord in ieder geval even bekijken wat op het bord staat. Want hoe dom is het om aan te komen lopen? Je ziet ergens een bord staan in de verte en je denkt, ja, Ja, zo wel. ja, Ja. ja, weet je, Oh, ik bord hoef er niet echt op te kijken. zal wel niet belangrijk zijn. Nee, daarom. Ja, wat wil je nog meer op? Bij die mensenkennis viel me op. Samja die zag als eerste de porto. Waardoor de groepen met elkaar gingen communiceren. Ja, en dat kan dus eigenlijk ook best wel weer een soort van onverdacht zijn. Kandidaatactie. Kandidaatactie, ja. En Ruben en Lancelot laten Samja en Connie achter, waardoor ze 1.000 euro achterlaten. Ja, klopt. Dat vond ik ook best wel verdacht dat gebeurde. En Ruben en Lancelot die kwamen uiteindelijk ook bij het informatiebord aan. Ze zeiden dat ze weinig tijd hadden, hadden ze niet. Dus ze drukten al heel snel op de knop bij Toos. Ja, klopt. En Bij het stoep. dat vond ik ook best wel verdacht. Want als mol weet je natuurlijk, je moet op een gegeven moment op die knop gaan drukken. Waarschijnlijk wist de mol, oh, we zijn veel te vroeg. Dus dan gaan we snel drukken. En daarop ging volgens mij, wie was dat nou? Volgens mij was dat Thomas, dacht ik. Thomas die ging heel snel, ging die erop aansturen dat ze op de knop moesten drukken. En hierin vond ik juist ook wel weer dat Toos dan juist niet de mol is. Omdat je als mol dan niet invloed hebt over wanneer je op die knop gaat drukken. Nee, dat waren alleen Ruben en Lancelot die bij die knop stonden toen. Wel Lancelot dus, oké. Okay. Ja, en Ruben. Ja, oké. Okay. En die ging dat tegelijkertijd proberen op te klikken, volgens mij. Vond ik best verdacht. Vond ik raar ook. Ja. Kim zei nog weer wat. Wat zegt Kim nou? Wat zegt Bij Kim? Lancelot is ook opeens de rookmelder weg. Oh ja, die had ze ook besproken in de video. Die rookmelder wordt volgens mij gesloopt zelfs. En dan Ook is die handig. ineens, ja, dan is die ineens weg. Dus dat is natuurlijk best verdacht. Want waarom zou je een rookmelder kapot maken en wegleggen? Volgens mij was dat volgens mij, kon je daarmee ook. Ja, hier zeg ik helemaal top, zegt ze. Ja. Of applausje. Applausje voor Kim. Nee, maar dat was in ieder geval best ook wel verdacht van Lancelot. Lancelot is deze aflevering ook best wel verdacht al, vind ik. Dat Maar viel ook misschien ook op. te verdacht. Ja, bij Café de Mol, volgens mij, stond hij bovenaan. Ja, die zal ik er zo wel even bij pakken, de verdenkingen daar. Ja. Even kijken, wat hadden we dan nog meer?
Connie, die ontmaskert Matteo, toch? Is dat Connie? Ja, dat was Connie, zegt Kim. Dinant, die zegt niks. Nee, ik viel heel erg weg, denk nee, ik. Nee, ja, prima. Maar Connie, die ontmaskerde Matteo dus. En dat kostte natuurlijk ook geld. Ja. En Kim zegt dat Dinant er ook best wel stil van is. Ja, ik snap ja, hem helemaal. Ik ben heel even op die andere geconcentreerd, op die verdenkingen. Het is ook best... je kan er ook best wel stil om zijn. Corny was namelijk ook best wel een kandidaat. Deze aflevering die best wel hoog stond op mijn lijstje. Een beetje zoals Lancelot. Want Corny die heeft ook nog wat meerdere dingen gedaan, maar daar komen we zo meteen. Ja, nou ja, weet je, Matteo ontmaskeren, Corny. Waarom zou je als kandidaat er erg op gaan pushen dat Matteo is? Weet je, het was natuurlijk wel een beetje bekend al in de groep wie het misschien zou kunnen zijn. Maar het was ook wel, als je hem kent, dan is het eigenlijk wel een onmogelijke opdracht. Ja, klopt. En Kim zegt ook nog, misschien gaf Matteo ook wel te snel op eigenlijk. Ja. Maar, spoiler, die is niet de mol. Maar hij is inderdaad niet de mol. wat kregen we daarna? Daarna kregen we dat Lieselot weg moest uit de groep. Oh ja, ja. Lieselot die ging natuurlijk de groep uit. Omdat Toos had de vrijstelling, toch? Ja. Spannend. Nee, dat is... Hij werd letterlijk gewoon voor zijn vrijstelling geschoten, geknald. Op... Een hij zich zo na aflevering 2 geschoten. Maar op een spiegelbeeld, hè? Ja. En wie ziet zichzelf altijd in de spiegel staan? Nou? Dan heb je dus een dubbelrol. Oh ja. De mol. Okay. Kijk, Kim zegt het. De mol. Ja. Dus dat kan eventueel ook nog wel iets zijn. Opdracht 2... Dat was een leuke. Vond ik echt wel een vette opdracht. Gewoon weer dat, weet je, een beetje die combi en zo. Ja. De verdenkingen doen we zo meteen. Wat waren daar de teams? De teams waren daar volgens mij, even kijken. Samia, Comfor, Toos en Ruben, als het goed is. Ja, volgens mij. Ja. Die gingen dat kort op. En had je bij de dansgroepje had je Thomas, Conny, Matteo, Laila. En wie missen we? Ruben, Lancelot. Lancelot en Lancelot, ja. Nou, die gingen lekker staan dansen en ondertussen gingen ze op een kort lopen. Ik denk zelf dat je als mol juist in het dansgroepje wil zitten. Dat ja, denk ik persoonlijk. Ik Even kijken wat Kim daar ook weer van vindt. Want ja, ik denk ook, dan heb je natuurlijk invloed over je eigen geld die je kan verdienen. En je hebt invloed op de anderen. Ja, en dan zou het ook nog top zijn om dan meteen als mol in dat laatste dansje te zitten. Natuurlijk. Dat denk ik niet. Nee? Nee. Als ik mol zou zijn, zou ik wel in het laatste dansje willen zitten, hoor. Ja? Ja maar dat laatste dansje is ook het moeilijkst. Dus de kans dat het valt... Daarom. Dus dan kun je is best wel aanwezig. Oh, zo bedoel je. Gewoon in het algemeen. Ja, ja. Ook voor kandidaten. Ja. Maar dat kan ik ook mis hebben. Dat is ook nog wel een goeie. Maar ja, als mol, ja. Maar zou je dan als mol misschien bijvoorbeeld Comfort kunnen zijn? Nou ja, ze zei, ze wilde zelf niet als laatste. Ja. Maar de groep zei van wel. Ja. Maar lijkt het dan niet, als jij niet als laatste wil, dan lijkt het me niet dat je de mol bent. Want daar kun je als mol 3000 euro wegspelen. Klopt. Ja, dat klopt. Dat heeft zij ook gedaan, maar ze wilde niet. Ja, en bij het dansen kon je volgens mij 1500 euro wegspelen. En ondertussen nog die 3000 euro. Ja. Dacht ik. Zo. Ja, klopt. Dus stel jij hebt dan... Ja, dan heb je één dansje is volgens mij goed gegaan. Dat was de eerste.
Ja, Daarbij is 500. €500 verdiend. Dan wil je Volgens mij alsnog waren daar eerst de niet. drie dansjes 500 en de laatste 1000. Ja. Oké. Nee. Het waren 3 dansjes, toch? Of 4? Drie? Nee, er waren vier kandidaten, dus hebben ze vier dansjes gedaan. Ja. Volgens mij was het dan 3 van 500 en 1 van 1000. Want ze Ja, konden ook dat was het. 2500 verdienen, dacht ik. Ja, dat was het volgens mij inderdaad. Ja, maar dan heb je dus, dan kan je dus als mol alsnog beste in het laatste dansje zitten. Want dan kan je en €500 wegspelen en die €3000 in die andere groep door dat Duizend varkentje zelfs. verder te halen. Ja, dan kun je gewoon €4000 wegspelen. Ja. Want ik denk niet dat als je dat, stel je bent de mol en je loopt dat koord over, dan ga je denk ik niet, hoe heet het? Als eerste of tweede. Als eerste, tweede of derde. Dan wil je als vierde. Comfort was ook best klein. Dus dat kan de mol ook hebben aangestuurd natuurlijk. Van goh, oh, Comfort is een beetje klein. Dus daarin zou Ruben best wel weer verdacht kunnen zijn. Sowieso vind ik Ruben ook best wel verdacht. Ondanks dat hij niet heel verdacht is in de aflevering. Maar ja, dat dus over opdracht 2. Heb je nog iets toe te voegen, Dinant? Nee, ik heb alles al gezegd, denk ik. Ja, en ze hebben uiteindelijk €500 verdiend. En dat komt alleen door het dansen. Ja. Was wel een dramatisch geval van Comfort trouwens. Ja, het zag heel dramatisch uit. Ik Ja. denk, oh nee, gaan we nu direct in aflevering 1 alweer ongelukken krijgen? Ja. Doei, Comfort. Maar het viel wel mee. Geen Anke 2.0. Geen, gelukkig niet. Nou, toen kregen ze. Wanneer kregen ze hun molboekjes ook alweer? Bij het avondeten na opdracht 1, Eén. dacht Ja, ik. oké. Okay. Nou, daarin viel op dat. Dat Gilles zei dat Lieselotte het roze molboekje moest krijgen. Nou ja, dat was zijn lievelingskleur, dus dat viel Klopt. ze over. Maar wat nou? Ik zeg maar wat, hè? Ik zeg maar wat. Wat nou als in dat roze molboekje iets stond of zo? Dat zou toch. Een Oh. aanwijzing of zo. Van ik ben de mol of zo. Ik zeg maar wat, hè? Het zou En leuk gewoon zijn. een M en dan. Ja, Ja, bijvoorbeeld. dat zou wel mooi zijn. Als we Bijvoorbeeld. dat uiteindelijk in aflevering 9 krijgen te zien. Ja, 9 toch? ik moet zeggen dat ik het wel het mooiste vind ook van dit programma van de Mol België. Dat bijvoorbeeld de presentator eet gewoon mee met de kandidaten en zo, weet je? Ja. Dat geeft wat meer gevoel ook bij vrij. Dat heb je, zeg maar, in Nederland is het opdracht. Misschien een klein gesprekje als bondje, opdracht. Ja. Klein gesprekje, opdracht en test. En hier heb je echt opdracht, even 10 minuten eten, Klopt. bespreken. Daarna weer een opdracht, eten, bespreken. Ja, en dat doen ze hier gewoon echt goed. En ze laten ook echt zien van, goh, dat ze spek aan het bakken zijn en zo, weet je dat? Kwamen ook twee broodjes uit de Ja. box. En daar is ook nog een hint over, Dinant. Oeh. Ja. Ja. Toos. Ja, snap je hem? Toos. Oh! Toast. Toast. Ik denk, oh, En. mooi. We klinken op de mol. Dat is een goede toast. Snap je? Toast. Toots op de mol. Hey, hey. Hey. We hebben de mol. Het is Van toast. wie heb je die? Die heb ik. Weet ik niet eigenlijk. Volgens mij stond die, had iemand die doorgestuurd naar me. In die hints en theorieën op mijn Instagram, Instagram story. Ik vind hem toch mooi. Ja, hij is mooi, hè? Ja. Ik weet niet wat Kim ervan vindt. Zo, toen Die is aan ging. het fietsen, denk ik. Nog steeds. Of die zit lekker de Dunkin' Donuts op te eten. Oh ja, die gratis Dunkin' Donuts die ze heeft gekregen. Gratis. Ja, tuurlijk. Slecht, Tim. Slecht. Dat is een hele goede. Ik heb goede humor. Laat mij. Even kijken. Daarna hadden we de opdracht 3. Dat, nou, was het een opdracht, soort van. Dat Lieselot in de caravan zat. Ja. En dat zij een blok kon optillen en dat anderen een sleutel moesten vinden in het huis. Ze stond met de caravan in de tuin. En zij Ja. moest eruit komen, want ze moest die test maken. Ja, nou, En wat ze wij had. daar. Ja. Ja, oké. Okay. Ze had ongeveer nog 8 minuten uiteindelijk om ja, te praten, te bespreken. Ja.
En er is bij Lieslot 930 euro verdiend. Dat is meer dan wat die hele pot was. Ja, je wil wat zeggen, hè? Ja, sorry. Ik pak even mijn momentje. Ja, dat mag ook. Zeker doen. Kim zegt dat Lieslot hier heel verdacht is. Ja. Als ze 3000 had kunnen verdienen en ze heeft 930, dat is verdacht. En dat ze dan alsnog door is. Maar even serieus. Maar dan vind ik het wel knap dat er 500 euro is verdiend bij die opdracht. Maar even serieus. Ja. Hoe zwaar was dat blok? In die caravan. Ja? Ja. Ja, hoe zwaar was die? Oh, ik heb geen idee. Volgens mij... Ja, ik weet niet. Misschien weet Kim het. Maar hebben ze dat wel gezegd. Maar stel hij zou heel zwaar zijn... Dan kan ik mij begrijpen dat je niet zo heel lang dat ding vol kan houden. Ja. Ja, lastig, lastig. Maar wil jij bijvoorbeeld als mol... Hier, kijk, hier, 25 kilo. Van Kim ook, zegt ze. Ja, dat valt ook op zich ook wel mee. Kijk, ze heeft maar 8 minuten het blok opgetild, zegt ze. Ja, dat is... 8 minuten. Dat is wel weinig van de 30, inderdaad. Weinig. Maar, zou jij als mol... De hele aflevering skippen. Nee, tuurlijk niet. Dan skip je heel opdracht 2. Ja. Dan kan je niet eens mol in opdracht 2. Laat staan geld weghalen. Nee. Nou is dat gewoon ook gebeurd zonder Lieslot. Maar zou ik bijvoorbeeld alweer een hele anti-mol actie vinden naar Lieslot? Ja. Dat wil de productie denk ik ook niet. Dan is ze in de eerste opdracht is er 6000 niet verdiend. In die tweede opdracht is er... 5500 niet verdiend. Ja. Kim zegt wel 2 dagen vakantie om je molacties voor te bereiden. Oh, dat zou wel heel leuk zijn eigenlijk. Dat is wel een goeie. Dus als we Lieslot heel erg zien mollen, dan... Een beetje in je hotel zitten. Ja. Opdrachtjes oefenen. Hey, Arjan zit ook mee te lezen, jongens. Oh, dat is leuk. Hallo Arjan, kom je erbij. Oh ja, ze weer mee te lezen. Misschien komt hij wel aansluiten, hé. En misschien wel. Nou, nee. Ik denk niet. Als de opdrachten al heel moeilijk zijn, waarom mollen dan? Ah, per se moeilijk. Je kan ook gewoon goed je best doen. Dan is het niet moeilijk. Nou. Lappaar. Maar ligt er ook weer net aan... Ja, oké. Okay. Het waren super moeilijke opdrachten. Ja, super moeilijk. Super moeilijk. Nou. Even kijken. Dan hebben we de eliminatie, denk ik. Nee, daar zijn we nog lang niet. Oh, oké, daar zijn we nog lang niet. De klok. Nou ja, ik kreeg een theorie ingestuurd, dat ging over Lieslot. In de derde opdracht, oftewel de eliminatietest van Lieslot, moet de mol meewerken. Toen dacht ik, hoezo moet die meewerken? Want de productie wil Lieslot in de eliminatietest hebben. Ja, zit ook wel wat in eigenlijk. Stel Lieslot zou de mol zijn, dan zou zij wel moeten uit die caravan moeten zijn. Ik denk niet dat de productie zegt van, goh, dat de productie tegen de mol zegt, ja, laat Lieslot er lekker in zitten, joh. Ja, maar en wie wilde Lieslot eruit hebben? Dat is, even kijken. Toos. Toos, inderdaad. Ja, Toos wilde heel graag hem eruit hebben. En dat was dan door die afspraak die ze in het begin hebben gemaakt. Klopt. Maar wat ook opvalt, en die afspraak die was trouwens gemaakt nadat ze hadden geschoten volgens mij. En Toos zei voor het schieten, dat zei hij. Maar wat hiermee opvalt is dat de mol dus eigenlijk heel fanatiek bezig gaat zijn. En dat doet precies, Lancelot doet dat ook. Hij zegt dat hij vooral veel geld wil ophalen. Ja, maar nee. Nee, denk je niet? Ja, nee, dat hij geen geld wil ophalen. Hè? Maar, ja. Ik zit zo over hem te twijfelen, want aan de ene kant is het ook te opvallend. Want als je zo meteen naar de verdenkingen gaat, dan zie je dat hij hoofdverdacht is. Ja, klopt. Dat vind ik ook heel verdacht, dat hij hoofdverdacht is. Dus dat is... Dat... In mijn hoofd schreef ik dat al af, maar bij Nederland hebben we geleerd dat we dat nooit moeten doen. Dus Dinant, Lancelot kan gewoon de mol zijn. Lancelot is gewoon.
Nou, comvoorzet hierin de voorzet om een sleutel te gaan vinden. Om een sleutel te gaan vinden. Zonder dat dat überhaupt gezegd is door Lieselot. Ja. Vond ik wel verdacht dat Lieselot trouwens dat papiertje heel erg laat pas vond. Ja. Dat vond ik ook wel verdacht. Ja. Daarnaast wijst Comfort in haar uitspraak, terwijl ze het heeft over de sleutel, wijst ze ook naar een klok. Ja. En wat ik trouwens ook... als mol wil je denk ik zo snel mogelijk bevrijd worden en dan zou dat briefje denk ik wel eerder zien. Want dan heb jij minder tijd om geld te verdienen met dat blok op te tillen. Ja. Ja, klopt. Klopt. Ja. Ja, oké. Okay. Ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Dus dan heb je bijvoorbeeld heel veel geld al gewoon niet meer. Ja. Maar ja, de vraag is, als Lieselot niet uit die caravan zou komen, zou ze dan ook meteen afvallen? Dat is dan de vraag. Maar dat weten we dus niet. Dat denk ik niet. Want, maar hoe maakt ze dan de eliminatietest? Ja, zonder kennis. Dat is de hele twist weg. Dat willen ze niet. Zonder kennis moesten ze het dan doen. Ja, oh ja, dat was het. Zonder kennis, ja. Ja, oké. Okay. Ja, zit er ook wel weer wat in. Corny vindt daarnaast uiteindelijk de sleutel. Iedereen heeft die klok bekeken, maar Corny vindt die sleutel. Die ziet hem zitten of zo. Ook vrij verdacht dat niemand die sleutel heeft gezien. Hij zat er nou niet echt heel erg onopvallend in. Hij zat een beetje achter de wijzer, maar dat kan je toch wel zien, jongens. Ja, maar dat zeggen we nu. Maar als je zelf over een paar jaar meedoet, dan ga je dit echt over mijn hoofd zien. Oh, doe ik mee die dan? Nou, dankjewel. Ga je me recruiten? Geef je wel op. Oh, oké. Okay. nou ja, dan heb ik nog even wat losse tips. In de caravan van Lieselot zijn een soort vormachtige dingen te zien. Die hangen aan de muur. Ik vond dat vrij verdacht, want dat heb je niet echt in een caravan. Waarom zou je dat daar neerhangen bijvoorbeeld? Oh, ja. Dit kunnen piramides zijn. En dat kan vervolgens verwijzend zijn naar wiskunde. En wie geeft er les in wiskunde? Docent Corny. 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 Ja. Daar en kan niet, hè? Volgens mij hebben we nog een wiskundige hint naar Corny. Want? Ja, die hebben we inderdaad. Die is gevonden door Arjan. 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 En Mollejagers. Mollejagers. De eerbetoon. Op de hoede van de kandidaten, volgens mij in opdracht 2, dacht ik, of een beetje door de aflevering heen, staat er ABC. Waarom zou de ABC op een hoed staan? Random. En, twee keer de A en twee keer de B. Nou, dat kan je dan ook nog wel weer verwijzen naar ABBA, hè? Ja, of A kwadraat plus C kwadraat. Of B kwadraat is C kwadraat. Ja, precies. En dan is de C is natuurlijk ook weer de letter van Corny. Ja. Dus dan heb je uiteindelijk heb je die C en Corny, de C van Corny, dus dan is het wel C kwadraat. Ja, dat is wel echt een... We hebben twee kwadraat, twee keer de C. Dat is ook best wel een hele sterke van Corny, wilde ik zeggen. Van Arjan. ja. Ik had ook nog een leuke gevonden. Ik dacht, ja weet je, ik deel hem gewoon. Hij is gewoon grappig. In de opdracht met het koord valt het op dat er een spaarvarken is waar geldmuntjes in gelegd moeten worden. Lieselot is slager en moet af en toe denk ik ook wel varkens slachten. Is het een tip naar Lieselot als mol? Dit is hem. Dit is hem. De komende 7 weken hoeven we niks meer te doen. Dit is de hint. Dit is de hint van dit verhaal. We hebben hem. Nou, misschien is het wel iets. Verder zegt Thomas nog 103 in opdracht 1. Zegt hij dat een keer of zo? En als je dat omdraait, dan kan je dit vertalen naar 301, oftewel MOL, als je de 3 een beetje omdraait. Was een hint naar René, volgens mij. In Wie is de Mol Nederland, dacht ik. En ook Lennart zat, of Lennart. Ja, ja, Lennart was dat volgens mij. Die zat toen in de... Toen hadden ze een eliminatie met stoelen in 2 groepjes. En toen moesten ze in de aparte kamers een code ontrafelen. En Lennart zat in 301. Oh ja, dat was inderdaad Lennart, inderdaad. Het kan nog wel iets zijn, dus. Ja. Verder ligt Matteo natuurlijk uit het spel. Helaas. De hele twist. Dan heb je een heel vraagteken. Dan ben je benieuwd wat is. Blijkt het een bekende Vlaming te zijn? Ken jij hem? Nee. Ik denk, wie is dat?
Dus dan blijkt het een bekende Vlaming te zijn. Maar je zag ook die groep, die keek ook de hele tijd naar hem om. En het was ook de vraag wie gaat bij hem. Ja. En het, volgens mij, ik weet niet wie dat precies zei. Guido, dacht ik. Maar dat weet ik niet zeker. De aflevering draaide ook gewoon om hem. Alle focus lag op hem. Ja. Dus ja. Dat hij is afgevallen, dat lijkt me ook voor de sfeer ook gewoon best wel goed eigenlijk. Ja, klopt. Want anders dan heb je, ja. Oh boy, joh, hij was de twist van dit seizoen, zeg maar. Ja. Hij is de beste deze aflevering. Hij, snap je? Hij, ja. Alles is meteen. Precies. Maar hij was dus het kamermaatje van de bromance met Ruben. Ruben. Hij wilde ook dat Ruben wint. Klopt. Ze waren veel samen. Oh. Maar nu komt het. Gaf Ruben Matteo verkeerde informatie en ligt hij er daarom uit? Nou, ik denk niet verkeerde informatie, maar gewoon juiste informatie die verdacht is. Ja. Maar niet naar hemzelf. Dat weet je niet. Stel, Ruben is de mol, dan kan hij net zo goed. Ja, Lieselotte is de mol. Matteo. Oh, ja, Lieselotte. Oh, hoe wil hij dat gaan doen? Ja, weet ik niet. Het kan. Het is een mogelijkheid. Dan heb ik ook nog even een paar testresultaten. Het valt op dat er best wel wat kandidaten zijn die toch nog op Lieselotte zitten als mol. Volgens mij waren dat er een paar. Ik weet niet meer precies wie. Ik weet er ongeveer, het waren volgens mij 3 kandidaten die op Lieselotte zaten. Deels. Deels inderdaad. Verder verdenken Comfort en Ruben de afvaller Matteo. Wat natuurlijk opvallend is. Want waarom zou je als Ruben, als je bondje, waarom zou je dan per se op Matteo zitten? Je kan een bondje hebben met iemand die je verdenkt. Tuurlijk. Maar toch, Tim? Ja, nou ja. Dit is een inside joke. Dit is een inside joke. Even kijken. Dan gaan we even naar de verdenkingen. Die had Dinant gestuurd in het chatje, toch? Ja. Wow, nu zien we het helemaal in full screen. Lancelot wordt het meest verdacht met 25%. En Ruben met 24%. Ja. En de rest hangt er een beetje onder. Ja. En dat vind ik toch, dat hij zo verdacht wordt, dat vind ik raar. Ja, maar ook Ruben. En maar kijk, Ruben snap ik. Ruben is de mol, dus dat is niet gek. Maar, ja. En Corny en Comfort dan. Die zijn weer heel erg laag. Ja. Laila die wordt met 5% en Lieselotte met 6. Net zoals Thomas ook 6. Ja, klopt. Klopt. Dus, ja. Ik vind het lastig. Wie streep jij echt volledig af? Wie ik volledig? Oh, dat vind ik volledig. Ja, weet ik veel. Dus, dames en heren, dat is trouwens Lieselotte. Lieselotte? Dat is trouwens omdat ze gewoon geen invloed heeft kunnen hebben op die opdrachten. Oké. En kijk, dus als de mol als de mol bij die selectiegesprekken waar ze op zo snel mogelijk op 1 moesten drukken, toen nog niet wist dat hij de mol was, waar ik even vanuit ga, dan ja, dan kun je ook niet mollen. Maar ik denk dat je dan ook wel tijd zou rekken bij die timers voor hun, zodat hun op de tijd wel, dan hebben ze 1.000 euro verdiend. Maar dat weet zij dan, dat ze 1.000 hebben. Maar dan kun je wel een aflevering lang mollen. Ja, klopt. Is het ook zo'n aflevering lang. Klopt. Dus snap mij, ja, ik snap wat je bedoelt. En ik denk dat precies hetzelfde. Al zeg ik niet dat Lieselotte 100% niet de mol is. Nee. Je wil als mol gewoon de hele aflevering meemaken, lijkt mij. Je wil niet zomaar zeggen van, goh, er is een kans als mol zijnde dat je de hele aflevering niet meemaakt, waardoor er gewoon geld in de pot kan komen. Ja. Ik streep zelf Samja 100% af als mol. Ja, die ook, ja. Ja, dat. Met de portofoon in opdracht 1 ook. Vond ik een super opdracht. Klopt, ja. Ja, weer een hele onverdachte actie. Kim, ben je er nog? Kim is op de fiets. Kim zit op de fiets. Ja. Dus nu moeten we gewoon wachten op Kim. Hé, daar is ze.
Hey, Kim. Kim komt maar niet. Nee. Nou, dan hebben we nog even tijd, Dinant. Zing maar mee. Maar mee. Almost heaven. Nee, wacht. Dan moeten we even naar het refrein gaan, dat is leuker. Kim die zegt dat ze er bijna is. Hoe lang? 2 seconden. 2 seconden. 1. Komt ie, ja. Country road. Stop maar met zingen. Take me home to the place. Ja, oké, okay, ja. Ja. Hey, Kim. Hallo, Kim. Hallo. Welkom. Kim, die denkt ook wel. Ik heb nog nooit zo hard gefietst. Oh. Oh, allemaal voor ons. Waren de donuts. Maar Kim. Ja. Waren de donuts. Waren de donuts. Oh, dat zei ik ook. Ze liggen beneden. Je hebt ze nog niet eens opgegeten. Ik heb ze gehaald. Toen kwam ik ben ik gaan rennen naar de trein, want die ging echt over 5 minuten. En toen heb ik zo hard gefietst dat ik nu gewoon bijna instort. Allemaal om even te praten over de aflevering. Allemaal, zodat we Kim nog heel even 5 minuten kunnen horen. Ja. Ja, maar het is serieus. Wat vijf is jouw van alle tijdens de aflevering? Wat zei je? Wat is jou opgevallen tijdens de aflevering? Aflevering 1. Nou, ik was een beetje met jullie aan het meeluisteren. Want ik heb dus wel gewoon de hele tijd meegeluisterd. Goed, hè? Mm-hmm. Heel goed. Even kijken wat ik allemaal heb gezegd. Ja, telefoon. Telefoon. Ben je aan het lachen, Tim? Nee. Oké. Okay. telefoon vond ik best wel gestolen van Nederland. Gaat hij weer? Nee. Hij is gewoon aan het uitlachen. Nee, ik zit jullie allebei uit te lachen. Want jullie hebben allebei jullie camera niet aan. En dat vind ik vrij fijn. Ja, omdat mij je niet werkt. Mijn bril is helemaal aan het beslaan. Zo snel heb ik zeg maar gefietst. Ja, dat ligt natuurlijk aan die bril, hè. Ja, nee, ja. Ik heb gewoon een rode kop. Van Dinant? Nee, van het fietsen. Oké, okay, vertel verder. Ik wil een show aan te komen. Ja, daarom. Beste reacties gewoon op van het fietsen. Mm-hmm. Ook echt... In ieder geval. Als Dinant in de kaal zit. Nee, het is niet van Dinant, het is van mijn vriend. Maar goed. Ga verder. Grapje. Wat vond je nou van je aflevering? Ja, ik vond het best wel het begin. ik vond het heel erg op Nederland lijken. Dus dat vond ik wel jammer. Want weet je wel, bij België verwacht ik eigenlijk altijd wel een stapje hoger. Net ietsjes beter. En dan krijg je weer zo'n stomme telefoon. Ja, dat vond ik wel jammer. Ja. Ook jammer dat trauma's van overgehouden. Zeg je? Trauma's van overgehouden. Ja, ja. Ik vind het ook heel jammer dat het niet dan een zwarte telefoon is. Dus ik kan mijn telefoon ook niet weer hergebruiken om jullie te irriteren. Ja. Weet je wat ik wel irritant vond? Vertel. Er was iemand die ging nog beginnen over badeentjes ook. Wie was dat nou? Ruben. Ja, in Ruben. Dat huis. Met zijn badeentjes. Zal ik dan even toch mijn camera aanzetten? Ja. Ja. Oh, kijk. Het badeentje. Maar hij is huge! Oké, okay, nou zover mijn gezicht. Wauw. Wow. Oké, okay, ik zal even met een noodgang door de aflevering gaan. Ja, je hebt nog 3 minuten. Dankjewel. Ik vond Lieselot best wel verdacht. Omdat ze dus... Ja, met dat aan het einde dat ik zei van, ze heeft 30 minuten in die kist, in die caravan. Ze heeft maar, want je krijgt per 1 seconde 2 euro. Ja. En ze heeft 930 euro verdiend. Nou ja, een beetje omgerekend. Is dat dus 8 minuten dat ding optillen? Dat is pittig weinig. En nu hebben we haar ook horen liegen over dat ze het blok aan het optillen was. Ze zei namelijk dat ze de hoorn in de... schouder had liggen en ondertussen gewoon het blok aan het optillen was, terwijl je gewoon zag dat ze rondom de kamer aan het lopen was. Wat natuurlijk best apart is, want als kandidaat zou je wel gewoon het blok optillen, want je wil geld verdienen. Sowieso. En als zij niet bevrijd werd, werd het geld ook niet verdiend. Dus als mol zou je haar zo snel mogelijk uit die caravan willen halen. Ja, ze zou dus wel de mol zijn. Ik zou er nog niet afstrepen.
Dan was inderdaad Lancelot, vond ik best wel verdacht. Met dat hij de... Nou zeg, ik kom helemaal niet meer op mijn woorden, omdat ik het zo snel moet doen. met die rookmelder. Daar zit hij natuurlijk een beetje mee te kloten. En ja. Ja, weet je, als je dat batterijtje eruit haalt en dan er weer in doet. Ja, dan zijn de piepjes natuurlijk anders. En op een gegeven moment was hij ook helemaal weg. Je ziet nog wel dat hij soort van in zijn jaszak zit. Maar voor de rest van de opdracht zie je het ook niet meer. En we hebben ook niet te horen gekregen dat als je kandidaten achterlaat, dat je ook een tijdmiddel, zeg maar een middel om het tijd mee te onthouden en zo, dat je die dan ook moet achterlaten. Ja. Dus ik vond het heel vaag dat die opeens weg was. Ja. En ik had nog wat, maar ik ben het even vergeten. Oei. Goed, hè? Neem je tijd. Dan moeten de luisteraars vooral even Kim's video ook kijken. Ja, dat vind ik sowieso een goeie. Inderdaad. Kim Kogé kun je dus... Oh ja, ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Hier is Matteo is natuurlijk naar huis gegaan. En hij was best wel snel dat hij uit zijn rol viel. Als Steve zijn. Ja. En vanaf dat moment, heb ik ook in mijn video gezegd, vond ik hem best wel verdacht in de aflevering. Want je bent acteur, dus waarom zou je zo snel breken? Maar wat eigenlijk mijn conclusie was, is dus kandidaten die iets fout doen of staan te liegen of dat soort dingen, wordt lekker veel in beeld gebracht dit seizoen. Want in Nederland zagen we natuurlijk juist de molacties veel. Nu zien we in de eerste aflevering dat bij België dus echt de kandidaten, hun leugens of dingen die ze fout doen, veel in beeld wordt gebracht. Dus dat is dan wel weer wat je vaak ziet. De overduidelijke de mol of een persoon die overduidelijk aan het liegen of saboteren is, is de mol niet. Klopt. Dus dan hebben we toch nog iets gehad aan het vertrek van Matteo. Ja. Okay. Ja. Vind ik een goede theorie van jou, Kim. Ja. Dat vind en ik wie ook. Is jouw top 3 mollen? Ja. Ik vind Lieselot, Lancelot en Ruben wel heel erg verdacht. Die drie hou ik gewoon zeker wel in de gaten volgende aflevering. Ook omdat we dus niet zo heel veel van Lieselot hebben gezien. We weten niet precies wie zij is, hoe zij in bepaalde opdrachten zit. We weten wel dat zij best goed kan liegen. Dus daarom ga ik haar zeker goed in de gaten houden. En ik vind Leila en Connie gewoon niet molwaardig, om het zo maar even te zeggen. Ik zou het heel saai vinden als hun de mol zouden zijn. Ja. Ze zijn hele leuke kandidaten. Ik vind het ook weer heel leuk dat ze meedoen. Maar als mol zou ik het wel jammer vinden. Omdat er zoveel mensen in deze groep zitten die echt potentie hebben om echt een sluwe en slinkse mol te zijn. Zeker. Waardoor ik eigenlijk hoop dat die twee het dan niet zijn. Connie is gewoon een beetje de moeder. Precies. Ja. Maar ja, weet je, we weten ook van Nederland met René dat je niet altijd moeder weg kan strepen. Nee. Maar ja. En nog veel wiskundig is. Ik wel in me dat dit jaar het een vrouw is. En dan zien we hadden Uma, maar ja, Uma was natuurlijk de tweede mol. Daarvoor Philip, daarvoor Lennart. Weet je, twee mannen. Weet je, allemaal mannen. Ja, dus het moet ergens, zegt mij wel, dat het een vrouw moet zijn. Dus daarom hou ik Lieselot gewoon enorm goed in de gaten. Ik wil nog niet gaan tunnelen. Ik ook maar niet. Maar dat doe je natuurlijk heel snel in dit spel. Het klopt, dat hebben we gezien. En heb je, wat vind je nou van de wiskundehints naar Connie? Ik denk dat het op zich wel een goede is. Vooral die van A² plus B² is C². Want daar doe je dan vaak ook nog, ja, ik ben echt een wiskundend wonder. Dan doe je vaak nog de wortel van C². En dat is dan weer gewoon weer C. En daarom is A² plus B² is gewoon C door die wortel. Dus daarom zijn die twee A'tjes en die twee B'tjes maken dan één C'tje door die wortel. En nou ja, als je wiskunde snapt, snap je deze ook wel. Op zich, als het een verborgen hint zou zijn, zou ik hem zo geweldig vinden. Maar wie had dan de hoed met de C erop? Er staat op Arjan's Instagram. Ja, Mollejagers. Ja. Mollejagers, /2023. /2023. Ja, ik pak hem er even bij. Want dat heel veel heel reclame is dit. Voor Arjan. Ja. Ja, maar dat mag, hè? Dat mag. Dat mag zeker. Iemand praat veel en stelt veel vragen. Ja, nou. Tijd raakt op. Kom eens, ik ga hier praten. Ja, hij praat niet, dat is goed. Sorry, ik ben ook veel te enthousiast vandaag. De letter A, 1A staat bij Connie. De letter C staat bij
Lancelot. Ja. B bij Thomas. Ja. B bij Matteo. En A dan bij Leila. Nou, ja. In ieder geval van de screenshots wat ik denk te zien op Molle Jagers laatste streepje 2023. Ja. Bedankt voor het luisteren naar deze Procast België. Bedankt dus voor het meepraten, Dinant en Kim alweer. Alsjeblieft, het was gezellig. Volgende week. Zeker weer. Volgende week zullen wij natuurlijk ook weer te luisteren zijn op YouTube en Spotify. En dan bespreken we natuurlijk aflevering 2 van de Mol België. Dan hoeven we nog maar één keer iets te zeggen, toch? Doeg! Wat zei je? Nee. Trouwens. Abonneer voor meer. Ja, op Kim en op Tim. Hé, hey, dat ruikt. En vergeet ook de testvragen niet te doen op de moltest.be. Oh ja, dat moet ik ook nog doen. Precies. En volg Dinant even op WDM Hints 2023. WDM 2023 Hints. WDM 2023 Hints. De Molprank. Vind ik ook wel een leuk idee. Ja, wat hebben we dan gezegd? We hebben nog een Insta-Kim die we kunnen volgen. Ja, gewoon Kim Kogé. Gewoon Kim Kogé. Alles is Kim Kogé. Oké, jongens. Wat zeggen we dan? Houdoe! Laters. Ja, even voor Arjan. Laters.